Welkom in de reeks Basiskennis boekhouden. Deze video legt uit hoe een kredietnota bij het terugzenden van de goederen voor betaling berekend en geboekt wordt. Het cijfermateriaal steunt op de video over facturen eerder in deze reeks. Bekijk daarom best eerst deze video. We hernemen de gegevens over de factuur uit de vorige video. Alle elementen uit het berekeningsschema spelen mee. Handelsgoederen voor 100 euro, een commerciële korting van 10%, bijkomende kosten voor transport voor 15 euro, een financiële korting van 5%, een btw-percentage van 21% en een gewaarborgde verpakking van 20 euro. Al deze elementen leiden tot het factuurbedrag van 145,95 euro. In de vorige video hebben we besproken hoe dit geboekt wordt bij zowel koper als verkoper. Nu bekijken we kredietnota's. 20% van de goederen blijkt beschadigd te zijn. De koper brengt de beschadigde goederen terug en behoudt het gedeelte van de goederen die in orde zijn. Er wordt met de verkoper afgesproken dat de vervoerskosten niet aangepast zullen worden. De koper maakt van de gelegenheid gebruik om ook de gewaarborgde verpakking terug af te leveren bij de verkoper. Op het moment dat de koper de goederen teruglevert, heeft hij nog niet betaald. In een volgende video bespreken we het geval dat de koper wel reeds betaald heeft. We herberekenen het schema op basis van de aangepaste gegevens na terugbrengen van de goederen en verpakking. De waarde van de handelsgoederen bedraagt 80 euro in plaats van 100 euro en het bedrag van de waarborg is niet meer van toepassing. We vullen het schema opnieuw in. Bovenaan vullen we de handelsgoederen ter waarde van 80 euro in. Hierop passen we de commerciële korting van 10% toe. We voegen de bijkomende kosten van 15 euro toe en tellen vervolgens de drie elementen op. De financiële korting van 5% passen we toe op de netto factuurprijs. Dit levert na sommeren de maatstaf van heffing op. Hierop passen we het percentage van 21% btw toe. We tellen de btw op bij de maatstaf van heffing. We neutraliseren opnieuw de financiële korting, omdat de koper nog altijd niet betaald heeft. Als waarborg vullen we nu een nul in. Er is geen gewaarborgde verpakking meer in het spel. Ten slotte sommeren we de laatste drie elementen, wat ons het aangepaste factuurbedrag oplevert. We plaatsen de twee berekeningen naast elkaar. Links zien we de berekening van de initiële factuur voor het totaal van goede en afgekeurde goederen. Rechts zien we de berekening van de factuur voor enkel de aanvaarde goederen. In de boekhouding is de initiële factuur verwerkt, maar deze dient aangepast te worden aan de definitieve bedragen. De boekhoudwetgeving laat echter niet toe om bedragen in de boekhouding te wissen of te vervangen. Daarom dienen we de verschillen tussen beide schema's te berekenen en deze verschillen in elke overeenkomstige post af te trekken in de boekhouding. We trekken de kolommen van elkaar af. De posten die we voor dit voorbeeld zullen dienen aan te passen zijn de handelsgoederen, de commerciële korting, de btw, de waarborg en het factuurbedrag. De tussenresultaten zoals netto factuurbedrag, maatstaf van heffing en totaal na financiële korting werden niet ingeboekt en worden bij gevolg ook niet aangepast. De financiële korting vraagt altijd extra aandacht. In ons geval heeft de koper nog niet betaald. De financiële korting is bij gevolg nog niet toegekend en nog niet geboekt. Daarom kan het bedrag ook nog niet aangepast worden. En we negeren voorlopig de financiële korting. We bekijken eerst de kredietnota in de boekhouding van de koper. De koper voert correcties uit voor de gele velden. Ze vermindert de aankoop van de handelsgoederen met 20 euro. Kosten dalen aan de kredietkant. De commerciële korting neemt af met 2 euro. De commerciële korting was initieel een kostenvermindering voor de koper. Deze vermindering neemt af, daarom groeit de kost terug aan de debetzijde. De btw neemt voor de koper af met 3,59 euro. Bij gevolg kan de koper minder btw van de fiscus terugvorderen. Deze vordering neemt af aan de kredietzijde. De koper heeft de verpakking teruggebracht.
Het nieuwe factuurbedrag rekent de verpakking niet meer aan. Het nieuwe factuurbedrag houdt er dus rekening mee dat er in de toekomst geen waarborg meer verrekend hoeft te worden. De vordering van de koper op de verkoper valt bijgevolg weg, en dit aan de creditzijde. Het nieuwe factuurbedrag is 41,59 euro lager dan het initiële bedrag. De handelsschuld neemt met dit verschil af aan de debetzijde. Alle correcties houden elkaar in evenwicht. Het debettotaal is gelijk aan het credittotaal. Merk op dat de financiële korting geen rol speelt in de journaalpost. Dit komt omdat de koper nog niet betaald heeft en de financiële korting nog niet in de boekhouding wordt opgenomen. De klant betaalt vervolgens binnen de termijn. De bedragen bij betaling lezen we af in het schema met de eindbedragen. De openstaande schuld van 104,36 euro vervalt aan de debetzijde. De definitieve financiële korting van 4,35 euro is een opbrengst voor de koper aan de creditkant. De betaling laat de bankrekening dalen aan de creditzijde. Het bedrag van 100 euro en 1 cent is gelijk aan het verschil tussen de openstaande schuld en de verkregen korting. Indien de koper echter na afgesproken termijn betaalt, kan ze niet genieten van de financiële korting. De schuld vervalt aan de debetzijde en de bank daalt aan de creditzijde voor hetzelfde bedrag. In het journaal van de verkoper gaan we analoog te werk. De opbrengst uit de verkochte handelsgoederen neemt af aan de debetzijde met 20 euro. Het toestaan van een commerciële korting vermindert de opbrengsten voor een verkoper. Als de verkoper deze korting nadien vermindert, stijgen de opbrengsten opnieuw. Dat is wat er hier gebeurt aan de creditzijde voor 2 euro. De verkoper rekent uiteindelijk 3,59 euro minder btw aan de klant aan en zal daarom 3,59 euro minder dienen door te storten aan de fiscus. De schuld aan de fiscus neemt af aan de debetzijde. De klant heeft de verpakking ter waarde van 20 euro al teruggebracht. Bij de herberekening van het nieuwe factuurbedrag rekent de verkoper deze verpakking niet meer aan de klant aan. Daarom laat de verkoper de reeds ingeboekte schuld met betrekking tot de verpakking aan de klant dalen aan de debetzijde. Ten slotte ligt het nieuwe factuurbedrag 41,59 euro lager dan het initiële bedrag. De vordering op de klant neemt met dit verschil af aan de creditzijde. Alle correcties houden elkaar in evenwicht. De debet- en creditkant zijn aan elkaar gelijk. Er wordt binnen de termijn betaald. De openstaande vordering op de klant wordt op nul gezet aan de creditkant. Omdat de klant tijdig betaalt, kent de verkoper een korting toe. Dit is voor de verkoper een kost aan de debetzijde. De bankrekening van de verkoper stijgt aan de debetzijde met het verschil tussen vordering en korting. Indien er echter niet tijdig betaald wordt, dan wordt de vordering op nul gezet en stijgt de bankrekening zonder aftrek van de korting.